Welkom dames en heren bij deze Lego Week. We zijn in het spel Rollercoaster Tycoon 3 heel bekend. En ik ga even aan een schone lijn beginnen. We gaan een soort van Lego attractie maken in mijn park. Ik heb al wat dingen gebouwd zoals je ziet. Een klein beginnetje met gewoon een fonteintje en een info kiosk. Of nee, het is een geldautomaat. Ik moet het goed zeggen. Dus ik ben heel slim. Voordat de mensen naar het park gaan, dan moeten ze dus of kunnen ze geld pinnen. Ze moeten natuurlijk helemaal niks. In ieder geval, je komt langs een fonteintje. En dan heb ik een begin gemaakt met een nieuwe set. Ik ga één set gebruiken. Eigenlijk zijn het er 9. En de set is dus Lego object. Natuurlijk een beetje om de Lego week aan te vullen. En omdat jullie Rollercoaster Tycoon 3 natuurlijk zo vet vinden, heb ik een aantal Lego objecten gedownload. Ik laat ze even stuk voor stuk zien. Zodat jullie zien wat ik waarmee ik kan spelen vandaag. Ik moet wel bij de L kijken. Oké. We gaan met de Lego dude. Nou, dus de Lego dude. En ik heb hem zo neergezet dat het net lijkt of hij zeg maar de ingang vasthoudt. Want dit is dus een soort van ingang. Ik laat even zien welke objecten ik heb. Ik kan dus een eigen auto maken. Ik heb dus wielen met een blokje ertussen. Ik heb gewoon een klein Duplo steentje. Of een Duplo. Ik mag geen Duplo zeggen. Het is Lego steen. Maar omdat het zo groot is, lijkt het op Duplo. In ieder geval, we hebben kleine steentjes. We kunnen een grote steentje maken. Die heb ik dus ook. We hebben een soort van kokertje. Dus het ziet er ook wel leuk uit. We hebben een soort van plate. Die kunnen we een pleasure plate, om het zo te zeggen. Die kan je dan op de blokjes neerleggen. Dus stel je voor, dat kunnen we hier op doen. Kijk, dan ziet het er dus op deze manier uit. En het wordt donker in mijn game. Ik zal het even zo, hoppakee, want ik heb een hele nieuwe sandbox game. We hebben gewoon één zo'n ding. Zo'n soort van kleinere hockey. Het is één breed. We hebben gewoon een normale van 6. Dat is niet de normale. Dit is de normale van 4 breed. En dan hebben we gewoon nog de Lego brick 1. Dus we hebben eigenlijk van alles. We gaan echt met Lego bouwen. En dat is dus ook de bedoeling. Dus ik ga hier een soort van kasteel maken. Kasteel. Ik wil een soort van ingangspoort maken. Dus als we dit op elkaar stapelen. Even kijken hoe dat eruit ziet. Dat ziet er wel leuk uit. Als ik dat nou een beetje Ja, we kunnen ook andere kleuren gebruiken. Want ik heb nou alleen wit. Maar misschien kunnen we ook iets met blauw doen. Dus laat ik deze eens weghalen. En dan plaatsen we gewoon eerst dit blokje. Oh, waarom wordt hij niet blauw? Misschien moet ik hem eerst selecteren, Vince. Oh, dat is heel goed dat je dat doet. Slim dat je daar ook over nadenkt. Kijk, blauw. We doen iets met blauw en wit. Dat is misschien tof. En misschien kan ik die weghalen. En dan doen we dit blauw en dit blauw. Oh, zo, hoppakee. Dan wordt dit een soort ingang. En wat we ook nog kunnen doen om een beetje variatie te doen, kunnen we... waar zijn mijn Lego objecten nou? Oh, het was in één keer weg. Misschien klikte ik ergens verkeerd op. Als we nou een soort van die kokertjes gebruiken. En ik plaats die gewoon daarop, maar die doen wel een andere kleur. Misschien iets van wit of zo. Kijk, dan hebben we een soort van ingangspoort. Maar uiteindelijk gaat het om de attractie. Ik ga er al zo aan beginnen. Dus wees niet bang dat die niet van pas komt, dat we geen attractie gaan bouwen, want dat gaan we zeker. Kijk, misschien kan ik hier nog iets doen. Zo. Misschien moet dit blauw worden. Dat is misschien tof. Kijk, ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar als ik nou dit maak, dan heeft het wel iets. Kijk, dit ziet er cool uit. Alsof ze het vasthouden. Ik vond het zo tof. We gaan hier gewoon wat van maken. Goed, ik kan trouwens ook nog doen dat ik die mannetjes in een Lego blok zet. Dan krijg je dus zoiets als dit. Ziet er al een beetje apart uit. Maar het heeft wel iets. Maar ik vind dit wat leuker. Oh, ik heb wat gesloopt. Ja, maar dat is algemeen bekend. Vincent sloopt altijd van alles. Even snel terugplaatsen. In de witte vorm. En klik, klaar. Nou, hartstikke leuk. Niks meer aan doen. We gaan verder. Ik laat jullie de attractie zien. Want we gaan uiteindelijk natuurlijk geen compleet park maken. Dat halen we niet in 2 afleveringen. Want er worden 2 afleveringen. We gaan beginnen aan de attractie. En die staat bij de achtbaan. En vorige keer had ik een probleem. Dat ik dacht van... Waarom hangt die attractie op zijn kop? Ik weet niet of jullie het nog weten. Maar als ik dit ga testen, dan hangt het karretje echt op zijn kop. Ik moet hier klikken. En dan gaat hij dus op de grond, wordt hij geplaatst. Natuurlijk beginnen met een station. En ik weet nog niet helemaal waar we het gaan plaatsen. Maar ik denk gewoon dat we hier gewoon op de grond gaan beginnen. Misschien 2 hoog al. Zo. Gaan we hier het station eens maken. Moet eerst een stukje naar voren. Dan kunnen we dat dadelijk weghalen. En dan komt dat helemaal goed. De kleur is ook nog even lelijk wit. Maar dat gaan we later nog aanpassen. Dus daar moet je nog even niet naar kijken. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Goed, ik hoop dat de opties... Ik had het geluid wat aangepast. Misschien staat het wat zachter dan normaal, maar ik heb het nou weer een beetje harder gezet. Zo. Ik ben niet heel goed in layouts. Dus ik wil gewoon een soort van achtbaantje maken idee. Het zijn met echte Lego karretjes. Zoals je ziet staat ook het Lego logo voorop. Het is een echte Lego coaster. En mij lijkt het leuk om misschien een beetje een familieritje te maken met hier en daar wat thematisatie met die nieuwe objecten die we hebben. En om het gelijk wat spannender te maken, gaan we gewoon eerst eens even een stukje maken. Even kijken hoor.
Dit is misschien leuk, maar ik vind het niet spectaculair dat je echt zo schuin gaat in het begin al gelijk. Dus we doen hem eigenlijk gewoon... Dit is misschien leuk. Kijk hoor, dan gaat hij een soort... Ja, je kan heel veel dingen doen. Kijk, dan gaat hij wat schuiner en dan gaat hij weer recht. Dat is apart. Maar ja, ik heb dus meer mogelijkheden om te doen. En ik weet nog niet wat ik wil gaan doen, dus ja, we moeten maar gewoon even kijken hoe en wat. Misschien een heuveltje zo. Ik weet niet hoe dat is. Wee! Oh, dat haalt hij ook maar net, hè? Ik weet mijn god niet wat we moeten doen. Ik weet het echt niet. Laat hem hier gewoon naar beneden gaan, zo. Zo. En hier laat hem gewoon schuin gaan, zo. Doe gewoon een bochtje, doe gewoon dit wel. En laat hem gewoon optakelen. Het moet een soort kinderachtbaantje worden, denk ik. Ik denk dat dat heel tof is. Zo. En hier de optakeling. Ik weet nog niet eens of hij dit gaat halen. Kan ik hem ook schuin? Nee. Ik ga eens kijken of hij dit gaat halen, want dat weet ik überhaupt niet. Laten we eens even wachten. Nou, hij vertrekt hier. Hij heeft best wel een flinke vaart in het begin. Zo. Oké. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon even de video vooruit spoelen en dan gaan we gewoon een layoutje proberen. Tot zo. Zo, ik denk dat mijn layout klaar is. Het is misschien wel een... Nou, ik vond hem wel leuk. Ik weet niet. Het is gewoon simpel. En het is dan in ieder geval geen familiecoaster geworden, maar wel een spannende rit. En dat is misschien ook wel heel tof om zoiets te maken uiteindelijk. Dus we gaan dus een onrijd doen van deze achtbaan. Ik ben heel benieuwd. Zo, we zijn hier aan het optakeling gedeelte. Gaan we een stukje naar beneden. Lekker die vaart erin te krijgen. Een grote bocht. Krijgen we een lekkere daling. Gaan we naar boven. Gaan we een stukje door. En we gaan lekker langzaam met een barrelrol. En dan krijgen we een stukje van weer over de kop. Twee keer over de kop in deze attractie. Eigenlijk drie keer officieel natuurlijk. En dan krijgen we het einde met Le Remos. Le Remos, leuk ritje. Gewoon een leuk simpel ritje. Hartstikke leuk. Maar het leukste is natuurlijk als je deze attractie gaat decoreren. Dus dat er nog omgeving bij komt en zo. Ik heb hier een soort van... Ja, ik denk dat ik hier rotsen ga maken. Maar we hebben voor de rest geen custom scenery. Dus we kunnen eigenlijk heel weinig doen. Wat we nu gaan doen is gewoon wat omgeving neerzetten aan de zijkant. En dan gaan we daarna gaan we beginnen aan de andere thematisatie. Ik heb boom 3. Daar heb ik wat omgeving. Dat wil ik hier en daar wat neerzetten zo. Gewoon een beetje verspreiden. Zo, dus hier wat neerzetten. Zo en daar. En kan ik hier nog eentje tussen zetten? Nee, ja, kon nog wel. Huppakee. En doen we dat hier ook. Dan hebben we een beetje een soort van... Dit is een soort van grote hek. Een hek moet je zien als... ja, dit is het speelterrein. Waar we dus dingen kunnen bouwen. Nou, zoals je ziet, ziet het er wel leuk uit. Ik kan nog een klein beetje meer erbij doen, zo. En hier ook nog wel wat meer. Het zijn natuurlijk geen custom scenery bomen, dus je kan niet door elkaar heen bouwen. Dus daarom zie je het af en toe een beetje in het rood. Maar dat geeft allemaal niet. Kijk, dit is wel gaaf. We hebben een beetje een geselecteerd gebied waar we dus in gaan doen. Even kijken hoor. Zo. Dan kunnen we hier nog eentje plaatsen. Als ik een paar bomen weghaal, dan zou ik hem kunnen neerzetten. Hier nog een paar boompjes. Daar komt hij. Yes, kijk. Oké, perfect. Hoe gaan we dit thematiseren? Ik weet mijn god niet hoe. Omdat ik helemaal geen idee heb. Ik wil gewoon een aantal dingen bouwen van Lego aan de zijkant van de achtbaan. Ik denk dat dat wel het leukste is. Dus ik ga even kijken wat hebben we allemaal. En we moeten ook met kleurtjes gaan werken. Want Lego bouwen is best wel lastig. En
Je moet eigenlijk gewoon neerzetten wat je wil. Maar het is nog lastiger als je natuurlijk stukje voor stukje iets moet bouwen. Het is net als een beetje een Minecraft idee. Kijk, we kunnen een poppetje neerzetten ergens bovenop. Laten we dat doen. We kunnen ook, volgens mij kunnen we ook een eigen autootje maken. Ik wil dat eigenlijk best wel even experimenteren. Want dat lijkt me heel leuk om gewoon een soort van autootje ergens hier te zetten. Of weet ik veel waar. Gewoon hier zo. We gaan gewoon random iets bouwen. Van blauw. Nou, ik denk meestal dat het zoiets is. Dan gaan we een laagje erop doen. Dan wordt dit een beetje zo'n standaard, even kijken hoor. Dit erop zo. Dit is gaaf. Ik heb ook helemaal geen stuur of zo. Dus dat moeten we gewoon erbij denken. Hoe deed ik dat vroeger altijd? Zo'n wagentje. Maar meestal ging er zo'n blokje boven het wiel. Maar dan zo'n half blokje. Maar die heb ik niet. Oh, wacht even. Zoiets als dit. Oh, die gaat in het wiel zitten. Nee, dat is niet mooi. Je had meestal zo'n boven het wiel zo'n blokje wat schuin liep. Weet je wel. Maar dat heb ik dit keer niet. Nou, als we nou zoiets als dit maken. Is dat raar? Of is dat de achterkant? Oh, ik raak nou een beetje in de war hoor. Even kijken, zoiets misschien. En als we dat zo doen, is dat een beetje een auto-idee? Het is wel echt een heel groot autootje. En dan denk ik dat dat de achterkant is en dit de voorkant. Dus zo moeten we sowieso een heel toffe voorkant gaan maken. Misschien moeten we dat van zwart, misschien zwart mengen met blauw. Misschien is dat wel heel tof. Zo, en we hebben ook geen glas, dus we moeten het een soort van erbij denken. Zo, als we dit erop doen, dan maken we een dak erboven. Doen we van zwarte bricks. Kijk hoor, dan moet het zoiets als dit worden dan. Of zullen we het ook blauw maken? Ik denk dat we dat gewoon weer blauw moeten maken. Ik heb het gevoel dat het er niet op gaat. Ja, nu wel. Kijk. Ja, nu sluit hij mooi aan. Zo, dan is dit een soort van auto-idee. Doen we weer dit zwart maken. Het is echt pittig hoor. Zo. En dan doen we hierop in het blauw weer. Dus dan selecteer ik blauw. Zo. Hoppakee. Nou, dit gaat er toch leuk uitzien. Het is niet echt de mooiste auto die je ooit hebt gezien waarschijnlijk. Maar het is wel een... ja, het ziet er wel leuk uit. Wacht, als ik nou dit doe. En ik doe daar bovenop. Deze met... Zo. Dan is het wel wat beter, vind ik. Dus vind ik vetter. Goed. Dan gaan we een... Is het een open autootje? We kunnen ook gewoon een open autootje maken. Ik denk dat dat veel leuker eruit ziet. Zo. En dan doen we een soort van antenne achterop. Dus dan doe ik dat in een kleur van bruin. Of zal ik het gewoon zwart aanhouden? Dat is misschien wel tof. Dan wordt gewoon echt een zwart met blauw autootje. Zo. Of we kunnen een soort van een bakkie eraan hangen. Dat is misschien leuker. Een soort spoiler. Dat is misschien wel leuk. Jongens, spoiler alert. Kijk uit. Klik de video weg als je niet wil weten wat er gaat gebeuren. kan ik hem draaien twee keer? Nee, ik kan hem alleen zo doen. Maar dat ziet er een beetje raar uit. Wacht even. Als ik nou dit doe. Hij moet juist de andere kant op staan. Maar ik... Ik werk natuurlijk in blokjes, dus dat gaat bij deze niet. Dus ik moet hem een soort van zo doen. Wat ik wel kan doen, is deze op elkaar doen. En dan zo. Dan gaat hij er doorheen. Ik moet hem wel op de goede plek plaatsen. Zo. En die weg, dan kan het wel. Doen we dit gewoon, ja? Dit kan ook. Kijk eens. Tof wagentje, toch? En misschien op de bovenkant gewoon een beetje decoratie. Doen we ook zo'n zwart tuitje. Kijk eens. Leuk wagentje. Nou, dit gaan we dus compleet elke keer maken. Zulke objectjes. Laat ik hier ook nog wat bouwen. Maar ik had gedacht aan een kasteel. Dat is iets... Ja, dat is best wel... ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wat stoerder. Een kasteel. Doen we het van blauw? Nee, blauw hebben we al gehad. Doen we wit met roze of zo? Ik weet niet. Of we mengen het of zo. Oké, hoe gaan we in godsnaam een kasteel maken? Ik denk dat ik twee blokjes op elkaar moet maken. En dan sowieso een ingangspoort. Maar we kunnen niks met bogen doen. Dus dat is sowieso al... Dat moeten we sowieso wegdenken al. Wat ik wel kan doen is in de vorm van een boog. Dus ik kan... Oh, ik heb ook deze nog. Ik kan zoiets maken. Gewoon simpel. Zoiets. En dan doen we hem zo. Dan heb je wel een soort boog. Misschien moet ik hem één breder maken. Want dan krijg je namelijk dit idee. Zo. Dat vind ik wat meer... Zo. Kijk, dat vind ik wat meer een boog. Gaat die man even weg zo? Dan plaatsen we die later wel op het kasteel. Dat is misschien leuker. Op deze manier? Ja, dat is wel leuk. Oh, dit wordt denk ik een hele lange video. ik heb het gevoel dat het echt... Als je het helemaal perfect wil doen... Mijn god, wat ben je dan lang bezig? Dat is niet normaal. Zo. Ja, hartstikke leuk. Sowieso moeten we dit echt in twee video's doen. Want het gaat me echt niet lukken om dit allemaal in één video te proppen. Kijk, dan doen we een soort van... Een ingang van zwart. Misschien kunnen we blokjes maken. Dus als we dit nou een soort van paars maken.
Kijk, dan kan je een soort van... Ja, ik vind het raar. Zal ik gewoon een pad maken? Dat is misschien leuker. Gewoon een pad. Dan alleen maar Lego blokjes. Kijk. En doen we dat een beetje donker. Zo. In deze stijl. Is dat een beetje een kasteel? Of, om het wat vrolijker te maken, doen we deze. Deze heb ik heel vaak gebruikt. Vroeger had ik Da Vinci Park. Dat is een van mijn allereerste Rollercoaster Tycoon 3 parken. En dat is echt belachelijk. Dat had ik echt een heel... park had ik volgebouwd met een computer. En dat duurde echt... Die computer was heel sloom. Want ja, vroeger had je nou niet zo heel veel. En die computer... Die was gewoon echt helemaal aan toeren maken, jongen. Omdat dat, ja... kostte heel veel tijd om dat allemaal in te laden en zo. En op een gegeven moment had ik een heel vol park gemaakt. Ja, dat was fantastisch. Ik mis die tijden wel. Da Vinci Land heette het. Kijk, volgens mij moet ik hem één hoger doen. Of deze moet ik lager doen. Want hij is er niet helemaal op. Dus ik moet hem zo doen. En dan moet ik hem daar ook die hoogte doen. Maar die zit er al op. Ja, die wordt eraan geklikt. Oké, prima. Doen we hier nog één blokje onder. Het wordt paars met wit. Heb ik nu net besloten. Hoe gaan we dit groter maken? We moeten nog laag erachter bouwen, denk ik. Dus sowieso bouwen we dan deze hoogte. Zo. En dan maken we dit ook hoger. Dat het aansluit met die. Zo. Oh, moet ik het goed plaatsen? Zo. Kijk, en dan gaan we een soort tweede laag erop doen. Dus dan gaat dit ook hoger. Zo. Kijk, dit wordt een best wel groot kasteeltje. Oké. We gaan de video even stoppen. Ik ga... de objecten verdwijnen als je uitzoomt. Dat is jammer, maar als je in de achtbaan zit, zou je het zien. Volgende keer gaan we verder met deze attractie. Dan gaan we hem afwerken. En dan gaan we een onderrijd zien. En dan hoop ik dat jullie het vet vonden. Laat vooral een duimpje achter. En heel veel plezier in de Lego Week deze week. Doei!